Ja, goedemorgen allemaal. En iedereen van hartelijk welkom op deze feestelijke dag. waarop we de kracht van diversiteit gaan vieren. En daar is werkelijk alle reden toe, want vorige week is in de Eerste Kamer de wet ingroeikwotum en streefcijfers aangenomen. En dat is wel echt een historische mijlpaal, noodzakelijk om versnelling in de top en subtop van het bedrijfsleven. voor diversiteit te realiseren. Voor de CER, en ook voor mij persoonlijk betekent dat heel veel, want we hebben met ontzettend veel mensen heel hard gewerkt om een heel mooi advies te maken over diversiteit naar de top. Ja, en dan is het natuurlijk al geweldig dat de Eerste Kamer uh, dat aanneemt, daarvoor al de Tweede Kamer. En dat het nu echt wet wordt en dat we eraan kunnen gaan werken. Het streven is niet alleen om verandering in de top van het bedrijfsleven te realiseren voor de man-vrouw verhouding. Daar is natuurlijk wel het meeste over geschreven en ook over dat kwotum. Maar het gaat om veel meer. Het gaat echt om diversiteit in brede zin. En het gaat ook om van onder naar de subtop en van de subtop naar de uiteindelijke top. Dus diversiteit in de breedste zin van het woord. En daar gaan we de vandaag op deze diversiteitsdag uh, ook met elkaar aan werken. En het thema van vandaag is jezelf zijn werkt. Dat willen we eigenlijk aan iedereen als advies uh, geven. En ik zou dat ook persoonlijk willen zeggen. Je kan wel jezelf anders voordoen dan je bent, maar daar komt men toch achter. Dus benut vooral je eigen talenten. Uh, ga die ontwikkelen uh, en doe waar je goed in bent. En zo kan iedereen meedoen. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk, dat iedereen mee kan doen. En dat is nu helaas nog vaak niet zo. Want mensen worden beoordeeld op hun seksen, op hun kleur, op hoe ze zijn. En dat willen we echt gaan veranderen. En daarom willen we talent zichtbaar gaan maken. En daar gaan we vragen aan bedrijven om ons bij te gaan helpen. En in hun bedrijf ook al die talenten te ontwikkelen. En daar moeten we ons dus samen voor inzetten. Gelijke kansen voor iedereen. Maar hoe is dat nu gesteld met die gelijke kansen? En kan iedereen nu naar die top komen? Nou, dat hebben we eens gevraagd of de bedrijven daarvoor toegerust zijn. En vandaag presenteren we dan ook een quick scan over hoe dat ervoor zit. Als u precies alle cijfers wil, wil weten, kijk dan vooral naar de website, want daar staat het op. Maar wij zijn eigenlijk wel een klein beetje geschrokken van dat beeld. Want heel veel bedrijven weten van het ingroeikwotum voor de Raad van Commissarissen: dat daar meer vrouwen in moeten zitten. Maar heel veel bedrijven zijn niet op de hoogte dat ze zelf voor de Raden van Bestuur, voor de top, voor de subtop, dat ze daarvoor ook streefcijfers moeten maken. Ambitieuze plannen en vervolgens die plannen moeten uitvoeren. En door die kennislacune is ruim 80% van de bedrijven nog niet aan de slag gegaan met de voorbereidingen. En op 1 januari gaat de wet in werking. Daarom gaan we die bedrijven helpen. We gaan vanuit de CER daar heel veel ondersteuning aan bieden. Er komt een mooi portaal, zoals dat heet, waar bedrijven eenvoudig hun cijfers op kunnen zetten, kunnen zien hoe zij het doen, maar ook kunnen zien hoe anderen het doen um, en daarmee zichzelf ook vergelijken. Er is ook inmiddels een toptalentenbank waar veel werkgevers voor benoemingen in kunnen zoeken uh, om te kijken uh, wie er talent heeft en wie er voor hun functie en aanmerking komt. Uh, en we zullen met de bedrijven diverse dialoogsessies gaan organiseren uh, om hen te helpen. En we zullen natuurlijk ook met de charters, zoals de charter diversiteit, gaan helpen om die plannen om te stellen. Kortom, eigenlijk voor elke fase hulp vanuit de CER om um die bedrijven te ondersteunen, om die diversiteit uh, op gang uh, te krijgen. Maar vandaag op Diversiteitsdag gaan we het eerst vieren. We beginnen met een feestje. Meestal sluit je af met een feestje, maar wij gaan beginnen met een feestje. En dat feestje is vandaag. U gaat zo naar een filmpje kijken. Dan komt er nog een prachtig programma daarna. Uh, en ik zie u straks aan het einde nog even terug. Een mooie dag gewenst. Diversity and inclusion is our unique path at making sure we mirror. All represent the communities that we live in. Dat was nog even een goede binnenkomen en een goede start van activiteiten op Diversity Day. En natuurlijk ook dank aan Mariette voor deze fijne kick-off met een duidelijke boodschap. Ook namens mij welkom op deze dag, iedereen hier in de studio, maar ook jij, de kijkers, deelnemers van Diversity Day 2021. Ik ben super trots dat ik hier mag staan. Ik vind het geweldig dat wij deze dag samen gaan vieren, maar ook omdat het deze allereerste keer is dat wij een gezamenlijke aftrap hebben van Diversity Day. Mijn naam is Diego Gonzalez-Clark en ik ben jullie dagvoorzitter van vandaag. Toevallig werk ik ook zelf bij Diversity Day bij CER Diversiteit in Bedrijf. En we hebben afgelopen maanden keihard gewerkt met het hele team om vandaag een succesvolle en vooral inspirerende dag te maken. Goed, uh, Mariette zei het al eventjes heel kort. Het thema is Jezelf zijn werkt. En dat is ook zo. Klinkt logisch, maar soms in de praktijk kan het soms even wat lastiger zijn. En daar gaan we het ook deze ochtend even kort over hebben. Deze feestdag is een initiatief van CER Diversiteit in Bedrijf. En in samenwerking met tien prachtige organisaties. En natuurlijk wil ik mijn dank uitspreken aan al deze organisaties, deze partners. Ik heb ze hier achter me allemaal eventjes staan. Um, al deze bedrijven, organisaties hebben een heel goed plan voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Hebben het hoog in het vaandel staan. Perfect. Nou, deze bedrijven wil ik heel veel plezier en succes wensen op deze Diversity Dag. Maar ook alle andere bedrijven die vandaag meedoen, genieten van veel plezier. Ik ga eventjes heel kort met jullie het programma doornemen, um, want dan weet je natuurlijk ook waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten. Zometeen uh, heb ik een hele speciale videoboodschap van demissionair minister Wouter Koolmees, die wil ik heel graag met jullie delen. Daarna hebben we de uitreiking Award Diversiteit in Bedrijf, wordt gedaan door Rabin Singh, En we hebben de muzikale bijdrage van singer-songwriter Shishani. Nou, ook belangrijk om te vermelden, en daar zijn we maar altijd trots op... Deze hele sessie wordt live getalkt door niemand minder dan Irma Sluis. We kennen haar allemaal, inmiddels bekend in al onze huiskamers. En ook zal deze sessie live ondertiteld worden in het Engels. Goed, nou, er is dus een hoop te doen hier, maar ook een hele hoop buiten Diverse Day sessie hier om deze aftrap. En daarom wil ik graag even uitnodigen Naomi Kok-Louise, mijn eigen collega, communicatieadviseur bij CER Diversiteit in Bedrijf. Naomi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is natuurlijk een... Hard werken geweest voor ons afgelopen maanden. Achter de schermen zijn we druk bezig geweest. Natuurlijk met die missie, zoveel mogelijk bedrijven hierbij laten aansluiten. Dus vertel me, hoeveel bedrijven doen er vandaag mee? Nou, het is echt fantastisch om te zien, want we begonnen dus drie jaar geleden of zo met dit initiatief. We dachten, laten we een diversity day op de kaart zetten. Fantastisch als er heel veel bedrijven meedoen. Nou, toen waren het er honderd en daar waren we ontzettend trots op. Maar ik ben echt super blij om vandaag te vertellen dat er meer dan 375 bedrijven meedoen. En dat is echt geweldig. En ik heb dus al gehoord van mijn collega dat er vanochtend nog meer bij zijn gekomen. Dus wie weet hoeveel er uiteindelijk echt meedoen. Maar dit is natuurlijk een fantastisch aantal. Ja, dat is geweldig nieuws. Meer dan 375 bedrijven. En dat betekent natuurlijk ook een hele hoop activiteiten. Heb jij een beetje een overzicht van wat voor activiteiten er zoal gaan plaatsvinden? Ik heb echt zoveel voorbij zien komen van trainingen en een escape game om bewust te worden van je onbewuste vooroordelen. Uh, een podcast over jezelf zijn op de werkvloer en nou ja, ga zo maar door. Bedrijven zijn echt super creatief, maar het is natuurlijk heel belangrijk wat ze hiermee in gang zetten, namelijk een meer inclusieve werkcultuur. En zo is het. Heb jij nog een boodschap voor onze deelnemers van vandaag? Nou, vooral geniet ervan natuurlijk en laat je inspireren door alles wat er op je afkomt. Maar ook van neem alle inzichten, de energie die je opdoet, neem dat gewoon mee de rest van het jaar. Want het is natuurlijk fantastisch dat we vandaag diversiteitsdag vieren of diversity day. Uh, maar het is gewoon belangrijk dat we daar iedere dag van het jaar gewoon aandacht voor hebben. Uh, dus laten we dat ook vooral doen. Nou, heel duidelijk. Dankjewel, Naomi. En veel plezier vandaag ook. Dankjewel. Ja, ze zei het al: Diversity Day is vandaag. Maar eigenlijk willen we natuurlijk gewoon dat Diversity Day iedere dag is. Uh, al deze activiteiten zijn een hoop aan informatie en aan inspiratie. En om daarop voor te borduren hebben we dus een hele bijzondere en speciale videoboodschap van onze Demissionair Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees. Goedemorgen. Dit is een belangrijke dag. Een dag die ondanks alle vooruitgang nog steeds hard nodig is. En diversiteit gaat voor een belangrijk deel over kansengelijkheid, over het zien van de waarde van verschillende talenten. En ja, we zetten op dat gebied goede stappen en alle lof daarvoor. Het aantal ondertekenaars van de Charter Diversiteit groeit hard. En werkgevers, groot en klein, Zetten projecten op voor statushouders, staan open voor mensen met een arbeidsbeperking en werken aan structurele verbeteringen in hun selectieprocedure. Maar we hebben nog wel een lange weg te gaan. Want nog te vaak worden de kansen die je krijgt bepaald door je achtergrond, door wie je bent. En biculturele Nederlanders hebben ook bij gelijke kwalificaties nog steeds minder kans op een positieve reactie op een sollicitatiebrief. En ook voor Nederlanders met een beperking, voor zwangere vrouwen en mensen met een LHBTI plus achtergrond zijn nog te vaak. Te veel obstakels. Dat vind ik simpelweg onverteerbaar. Kansenongelijkheid zorgt niet alleen voor persoonlijke tegenspoed. Het saboteert ook het succes van onze samenleving. Dat talent en potentieel verloren gaan voor werknemers en voor werkgevers. Mijn ideaal, ons ideaal, is een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Een samenleving waarin niemand het gevoel heeft op zichtbare of onzichtbare muren te stuiten. En jullie zijn als werkgevers cruciaal om dat ideaal dichterbij te brengen. Want jullie nemen mensen aan of wijzen ze af, bieden mensen kansen op persoonlijke ontwikkeling, op een stap vooruit. Vanuit een maatschappelijk engagement. En ook vanuit de nuchtere gedachte dat diversiteit goed is voor de bedrijfsvoering. Breed heerst het besef dat het streven naar de diversiteit geen project is dat je erbij doet, maar eigenlijk getuigt van goed werkgeverschap. Het verdient dus onze structurele aandacht. En uiteraard zijn jullie daarin als werkgevers niet alleen. Zo werkte we de afgelopen kabinetsperiode hard aan het beter kunnen meten van diversiteit. Dat we kunnen zien waar actie nodig is en of er voldoende vooruitgang wordt geboekt. Want bewustwording is belangrijk, maar kennis net zozeer. Tegelijkertijd hebben we gekeken naar hoe de werving van mensen objectiever kan, gericht op waar het echt om zou moeten gaan: de competenties en de talenten. En daar ligt een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer om werkgevers te vragen dit uitgangspunt bij hun. Wervings- en selectieprocedures consequent in de praktijk te brengen. Natuurlijk, verandering gaat altijd trager dan ik zou willen, maar we zijn in beweging en het gaat de goede kant op. Alle reden dus om optimistisch te zijn en te blijven. Voor vandaag zou ik willen zeggen: ga zo door en blijf het goede voorbeeld geven. Dank voor je tijd. Dat waren hele mooie en duidelijke woorden van dimissionair minister Wouter Koolmees. Goed, het is nu tijd voor een heel mooi en bijzonder moment, namelijk de uitreiking van Award Diversiteit in Bedrijf 2021. En die zal zo meteen gedaan worden door jurylid Rabin Baldusing. Hij is lid van de Raad van Advies van Servo Diversiteit in Bedrijf, oud wethouder van Den Haag en sinds vorige week werd ook bekend dat hij de eerste nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme is. Rabin, aan jou het woord. Zeer veel dank en hele goedemorgen allemaal. Fijn uiteraard om vandaag uh, hier te zijn en uh, ja, met deze wat mij betreft een zeer eervolle taak. Beste vrienden en vriendinnen, jaarlijks rijkt SER uh, Diversiteit in Bedrijf, zeg maar uh, de Diversiteitsaward uh, uit. En dat doen we aan twee bedrijven in twee verschillende categorieën, grote bedrijven en de MKB. Uh, en dat zijn bedrijven die allemaal, zeg maar, aangesloten zijn bij de charter diversiteit. En we kijken heel nadrukkelijk aan, ja, projecten die zij hebben, die eigenlijk voor het hele land als best practice kan dienen. Daarbij kijkt uh, het, uh, de raad van uh, advies, zeg maar, van ser diversiteit in bedrijf uh, naar drie belangrijke uh, criteria, zeg maar. Is het uh, initiatief vernieuwend? Is het... Overdraagbaar zeg maar, aan anderen eh, in het eh, land? Kunnen andere bedrijven hier een voorbeeld aan nemen? En hoe effectief is het? Eh, heeft dit zeg maar, in de praktijk ja, nou, vruchten eh, geworpen? Vorig jaar werd eh, de prijs uitgereikt aan ABN Amro en eh, het Kunstmuseum in Den Haag. En Shasha de Boer, u kent haar natuurlijk allemaal als oud nieuwslezeres. Maar ook een zeer verdienstelijke fotografe. Zij komt dan bij de winnaars langs om een schitterende foto te maken. En dit heeft ze vorig jaar gedaan. Goed, dan ga ik dames en heren u zeg maar, de genomineerde bekendmaken van diversiteit in het bedrijf 2021. In de categorie grote bedrijven. En in die categorie zijn er drie genomineerd. En de genomineerden zijn Dura Vermeergroep met bureau Social Return, BSR. De NS met de Kabelstraat. En Price Waterhouse Cooper met Inclusion Experience. Nou ja, goed, kanjers allemaal natuurlijk. En fijn dat ze uh, uh, in ieder geval zulke mooie projecten hebben. But there can only be one, zeg ik dan altijd. En het is geworden, dames en heren... Duravermeergroep met het bureau Social Return. En waarom uh, dit uh, bedrijf? Met het bureau Social Return schept uh, Duravermeergroep uh, op structurele wijze zeg maar, uh, banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook zeg maar, betrokken bedrijven waarmee ze samenwerken worden hierbij bij dit hele project betrokken. Met aanvullende uh, opleidingstrajecten en trainingen worden mensen met een migratieachtergrond, mensen uh, die een enorme afstand hebben tot de arbeidsmarkt vanwege een bepaalde beperking, en statushouders, zeg maar, heel nadrukkelijk uh, uh, betrokken. Uh, en de winnaars die zijn hier, en die wil ik uh, naar voren halen. Mustafa Al-Shabaki, coördinator van het bureau Social Return, en Wesley Kuipers, directeur inkoop. Nou, heren, uh, ontzettend uh, welkom. Fijn, uh, nou, gefeliciteerd. Ja, Dank u wel. Ja. ja, Mustafa, uh, jullie zijn dit project uh, eigenlijk uh, begonnen hè? bij het opstarten. Waar zijn jullie er tegenaan gelopen? Zeg maar. right. Trouwens, kan ik mededelen dat we eigenlijk helemaal nergens uh, tegenaan zijn uh, gelopen. Waarom? Uh, wij hebben draagvlak vanuit de hele organisatie. En dat maakt het eigenlijk voor ons uh, super uh, ja, uh, geweldig en makkelijk om, om iedereen mee te nemen en, en uh, alle activiteiten uit te voeren. En maar was het echt nodig om dit uh, project zeg maar, bij jullie te beginnen? Ja, zeker weten, zeker weten. We zijn een inclusieve werkgever en we, uh, we streven daarna hè, vanuit onze kernwaarden om uh, ja, alle lagen van de maatschappij te betrekken en daarvoor arbeidsplekken te creëren. Ja. Wesley, hoe komt het nou dat dit project eigenlijk bij jullie zo, succes, uh, zo succesvol is geworden? Uh, dit komt omdat wij niet alleen binnen Duravermeer, maar ook met uh, behulp van ons netwerk. Kandidaten met afzet op de uh, arbeidsmarkt. Een baan proberen te bieden. En wij helpen onze partners hierin, wij begeleiden ze, we coachen ze. En hiermee maken we optimaal gebruik van onze kracht in de keten. En gaat het ook om mensen die buiten het bedrijf bij jullie kunnen komen, of zijn het gewoon mensen die al bij jullie zaten? Uh, mensen ook van buiten het bedrijf, in het bedrijf, eigenlijk alle mogelijke opties uh, ja, proberen wij uh, te doorlopen. Hoe ziet de toekomst eruit? Als een olieflek. Ja, um, wat uh, mijn collega net al zegt, hè, wij proberen natuurlijk iedereen mee te nemen en te begeleiden, te adviseren. En uh, ja, wij, wij nodigen ook iedereen uit om de kracht van diversiteit te ontdekken. Wij, wij hebben hem al ontdekt en uh, wij hebben ervaren ook uh, hoe mooi het uh, is. Hè. Het geeft natuurlijk heel veel voldoening. En uh, nou, we hebben een aantal projecten lopen waar we al honderden plaatsingen uh, uh, hebben gerealiseerd. En uh, ja, het is alleen maar lof. Fantastisch, zeer gefeliciteerd. En jullie krijgen fantastische bloemen van Diego. Ontzettend bedankt, heel veel succes. En dan nu, beste vriendinnen en vrienden, gaan we over tot de uitreiking zeg maar, van de prijs Award Diversity in Bedrijf in de categorie MKB. En in ja, alfabetische volgorde waren de volgende die genomineerd waren: AT5 met het project Wij zijn Amsterdam. MKB Rotterdam eh, Rijnmond, MKB Rotterdam Rijnmond met de beroepentuin en NVTZ zeg maar een toezichthouder eh, in zorg en welzijn met eh, oriëntatiesessies voor meer diversiteit binnen raden van eh, toezicht. En de winnaar eh, in deze categorie is MKB Rotterdam Rijnmond met de beroepentuin. En de jury heeft eigenlijk uh, uh, ja, MKB Rotterdam-Rijnmond zeg maar, uitgeroepen uh, tot winnaar in uh, deze categorie. Uh, die overigens in samenwerking met Net, uh, Next Worker uh, wordt uh, gedaan. De beroepentuin leidt namelijk binnen twee maanden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, voor uh, banen zeg maar, uh, in sectoren waar er een personeelstekort is. En daarbij uh, wordt vooral gekeken zeg maar, naar nieuwe beroepen binnen uh, de energietransitie. Uh, denk aan bijvoorbeeld mensen, uh, ja, nou, uh, monteurs zeg maar, van zonnepanelen, uh, of uh, mensen die betrokken zijn, natuurlijk bij het repareren van laadpalen. Op deze manier komen verduurzaming en diversiteit en inclusie heel nadrukkelijk samen uh, op de arbeidsmarkt. En het bijzondere is dat uh, in dit project. 80% van de mensen die deelnemen, zeg maar, uh, vanuit de beroepentuin structureel baan vindt. Uh, 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 en dat is natuurlijk werkelijk uh, fantastisch. Hier aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen, uh, ja, zijn uh, Henk van der Beek, oud voorzitter van MKB Rotterdam-Rijnmond, nu algemeen directeur van de beroepentuin. En C.T.J.D.N., managerpartner uh, zeg maar, van de beroepentuin. Komen jullie erbij, alsjeblieft. En uiteraard. Zeer gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, ik ben blij mee. ja, ja. Ik zie het. Ik bedoel, de glimlach uh, zegt natuurlijk uh, heel erg veel. Ja, uh, verdient natuurlijk. Uh, waarom was uh, 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 zeg maar dit initiatief nodig? Hein? Ja, wij zijn denk ik al een jaar of vijf geleden begonnen met uh, wat heet het MKB-werkoffensief. Waarbij we uh, bedrijven aanspraken om mensen met een beperking of met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. We hebben dat uh, later uitgebouwd naar de beroepentuin toen dat project voorbij was. En ja, we zijn eigenlijk uh, uh, gegroeid. We zijn inmiddels in een vijftal uh, steden. We zijn begonnen uh, in het Sparta-stadion onder de tribunes. De betrokken Spartaan was daarbij betrokken. En eigenlijk hebben wij de samenwerking uitgebouwd. En uh, kijken nu uh, vooral ook naar niet alleen naar mensen die uh, uitkeringsgerechtig zijn of langdurig in de bijstand hebben gezeten, maar ook naar statushouders, ook uh, jongeren die uit detentie komen, ook ouderen uit detentie. Dus wat dat betreft is onze doelgroep ja, heel erg verbreed door de jaren heen. Ja, 80% structureel baan, dat is een hele hoge score. Ja, dat komt ook omdat uh, wij hebben de vacatures op de plank liggen. Uh, we hebben uh, contacten met bedrijven die uh, naastig op zoek zijn naar mensen. We laten die uh, bedrijven bepalen wat moet iemand nou kunnen om, om bij dat bedrijf aan de slag uh, te gaan. En ja, dan zeggen heel veel ondernemers, die mensen hoeven niet eerst twee jaar in de schoolbanken te hebben gezeten. Als ze dit en dit al kunnen kunnen ze bij ons in een, ploeg, een ploegje meedraaien. Dat is eigenlijk de kern van, uh, van het succes. Ja, uh, bijzonder, maar uh, twee maanden en dan zo'n succes. Is, is twee maanden niet uh, te kort, je uh, in zo'n traject? Ja, dat, dat dachten wij ook toen we eraan begonnen. Maar in uh, overleg met de bedrijven hebben we gewoon uh, een programma ontwikkeld... waarin we de basisvaardigheden leren van een beroep... Met name de nieuwe beroepen, energietransitieberoepen zoals zonnepanelen, laadpalen. Maar uh, ook de werknemersvaardigheden. En zeker als je kijkt naar onze doelgroep waar we het over hebben. We hebben het over statushouders, langdurige werklozen, jongeren die nog hun talenten moeten ontdekken. Uh, en ex-gedetineerden. Dus uh, het was een uitdaging om toch die opleidingsprogramma in twee maanden... Uh, 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 te verkorten, ja. maar het bedrijfsleven die heeft gewoon gezegd: van, Joh, Prima, als jullie die, die baasvaardigheden hebben, zijn ze bij ons welkom. En ze zijn ook welkom. De bedrijven. die, uh, <coughs> die uh, uh, hebben ook voldoende vacatures. om die mensen gewoon aan te nemen. We, we leiden ook alleen op in tekortberoepen. Ja, begrijp ik. Vandaar natuurlijk ook het succes. Wat is jullie ambitie voor de komende jaren? Nou ja, de ambitie als het om, om, om diversiteit en inclusie gaat: dat iedereen een kans krijgt. om gewoon aan het werk te gaan. En die afstand tot de arbeidsmarkt willen wij maximaal verkorten. We hebben nu vijf vestigingen en we willen doorgroeien naar uh, tien vestigingen. Uh, de komende zesde vestiging wordt in de gevangenis. Daar zijn we nu mee bezig. Maar het gaat er nu om van de vraag en aanbod moet beter op elkaar afgestemd worden. En dat kunnen wij doen door middel van een korte opleiding, waarin ze gewoon klaargestoomd worden naar een baan. Dus opgeleid worden naar een baan. Wij geven geen diploma's, maar wel een baan. Nou, geweldig. Uh, nou, zeer gefeliciteerd. Diego heeft uh, mooie uh, bloemen uh, voor jullie okay. en uiteraard komt Sascha de Boer heel nadrukkelijk langs bij jullie om een schitterende foto te maken. Okay, dank Van harte. Oké. Okay. Goed, uh, dames en heren, beste vriendinnen en vrienden. Uh, ja, het was mij natuurlijk een eer en genoegen om deze prijzen te mogen uitreiken. Ser uh, Diversiteit in bedrijf doet dit jaarlijks om uh, in ieder geval te laten zien. Wat de kracht van diversiteit voor Nederland is. En als je kijkt naar al deze bedrijven, maar eigenlijk ook alle bedrijven die meedoen met de Charter Diversiteit, die laten zien dat Nederland steeds meer een inclusieve samenleving wordt, omdat wij iedereen herkennen en erkennen en iedereen laat meedoen. Namens de Raad van Advies uh, uh, aan de winnaars uh, de felicitaties en u allen wens ik in ieder geval een fantastische Diversity Day toe. Tot volgend jaar, wat mij betreft. Diego, de floor is yours. Dankjewel, Ravine. Nou ja, dat was een feestelijk moment, zullen we maar zeggen, want uh, het enthousiasme spatte vanaf. Daar houden we van. Dankjewel. Uh, we gaan alweer door naar het laatste onderdeel, en dat is namelijk een performance van Shishani, singer-songwriter Shishani. In haar werk is ze altijd op zoek naar verbinding en probeert ze altijd de verschillen tussen mensen te overschrijden. Eigenlijk vieren we daarmee diversiteit. En dat is natuurlijk precies onze missie waar wij voor staan. Shishani, ben je er klaar voor? Geniet van Shishani. Goedemorgen iedereen. Fantastisch om hier te staan. Ik zou nog kort even iets zeggen over uh, mijn werk, waarom ik doe wat ik doe. En ook even dit nummer uh, introduceren. Ik ben zelf namelijk uh, in Namibië opgegroeid uh, ten tijde van. Uh, apartheid. Dus mijn ouders zijn van een gemengd huwelijk: een zwarte moeder, witte vader. En bij de wet was het dus verboden voor mensen om samen te zijn, om elkaar lief te hebben. Uh, dus eigenlijk vanaf jongs af aan heb ik gezien dat, uh, dat we daar eigenlijk tegen in kunnen gaan en een nieuwe realiteit kunnen creëren. Uh, en zo lang is het nog niet geleden. Ik was drie jaar oud toen apartheid werd afgeschaft. In het nummer wat ik nu ga delen, uh, wil ik het hebben over echt het zien van een ander. Wat natuurlijk hier besproken is en er zijn fantastische initiatieven. Maar wereldwijd hebben we nog steeds 8 miljoen vluchtelingen. Niet iedereen kan deelnemen aan het gesprek, kan aan het werk, heeft een waardig bestaan. Uh, omdat wij als mensen alsnog uh, een, een inbalans in de wereld in stand houden. In dat nummer wil ik aandacht vragen voor de vele mensen die uh, nu echt aan het overleven zijn. Dus nog niet eens deel kunnen nemen aan. Um, aan werk zoeken bijvoorbeeld deel zijn van een bedrijf omdat ze gewoon vluchten voor hun leven en dat is iets wat ik zo belangrijk vind want ik deze mensen zien we dus niet aan een tafel en deze stemmen horen we niet altijd en eventjes is in het is het in het nieuws bijvoorbeeld over Afghanistan maar net zo snel is het er weer niet um, iets herinneren en iets vergeten is iets wat we actief doen en dit nummer heet forget to remember Freedom for a few, maybe if they look like you. Ooh. Whoa, 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 yeah. Freedom for a few, maybe if they look like you. Ooh. Whoa, 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 yeah. I said, How long will we keep on forgetting? how long will we keep on forgetting? Getty, gotty, at a mess. Black and brown lives matter in the U.S. Gaza and Syria, still slavery in Libya. The Kurds, the Uyghurs in China, Myanmar and Nepal. What about Bosnia? What about Afghanistan? Freedom for a few. Maybe if they look like you. Oh, 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 yeah. Congo, Mali, Sudan. It's like the whole world forgets Africans. Apartheid in our governments. Indigenous people not relevant. The sun, the Aboriginals, headed on i'm My First Nations, Amazonians, Polynesians, Indonesia, free West Papua, free Palestine. I said, How long will we keep on forgetting? There's a war on women every day. 140 women slain daily by their partners and family. Because we're still seen as property. In my queer and trans community, it's a war zone chronically. You see, Yemen is still hungry, kids still in the streets over there in Greece. I said, How long will we keep on forgetting? Said, how long will we keep on forgetting. Shishani, dankjewel. Ja, dat mag zeker geapplaudiseerd worden, zeker. Heel mooi. Ja, Shishani, dat is een hele duidelijke boodschap en volgens mij hebben we zojuist echt even een kleine wereldreis over de wereld gemaakt, want het is wel inclusiever dan ooit wat ik in één nummer heb gehoord. Dus heel dank voor je boodschap. En ook best wel knap, het is dus half tien ochtends en haar stembanden doen het prachtig. En dat is lastig, kan het weten. Goed, um, als we zometeen uh, de technische storing met de microfoon hebben opgelost, wil ik uh, heel graag. Ja, die is opgelost, ik krijg een duimpje. Wil ik hier graag Mariette uitnodigen? We hebben natuurlijk net al een hele fijne kick-off gehad. Maar natuurlijk, voor de afsluiting zijn we er weer, Mariette. Ja. Zeker. Het was weer inspirerend en het was heel veel. We hebben veel sprekers gezien. Heb jij zelf nog een uh, afsluitende boodschap voor de deelnemers van vandaag? Ja, want als je natuurlijk dit uh, programma zo ziet vanochtend, dan zie je dat diversiteit heel veel uh, kanten heeft. Het laatste lied uh, was natuurlijk prachtig. Maar het is ook heel goed om te zien dat daar een geweldig talentvolle jongen. Een uh, vrouw uh, zit. Uh, en daar wou ik eigenlijk wel even mee afsluiten. Uh, dit is een bijzonder jaar van Diversiteitsdag. Uh, het jaar dat we net de wet uh, hebben uh, met het vrouwenquotum, met gender. Uh, dus ik zou tegen alle bedrijven en alle mensen die kijken willen zeggen, zorg dat je een mooie, diverse uh, top uh, gaat krijgen. Maar ook uh, in de subtop, maar ook op uh, wat wij dan noemen de basis van je uh, bedrijf. Zorg dat je uh, overal verschillende mensen ziet. Mannen, vrouwen, uh, met dit jaar een extra accent natuurlijk. En alles op tussenin. en alles ertussenin. Heel goed, ja. fijn. Nou, knoop het goed in je oren. Een hele duidelijke boodschap van Mariette. Dank je wel. En natuurlijk willen we ook onze partners bedanken. Uh, al onze organisaties en bedrijven die ons hierin hebben gesteund om deze dag mogelijk te maken. Dank. Veel plezier vandaag. Ook alle andere bedrijven. En dan rest ons alleen nog maar iedereen een hele fijne en inspirerende dag. Een dagpunten. feestje vandaag, toch? Een feestje gaan we ervan maken. Veel plezier vandaag. Happy Diversity Day!